Omdat een kind bijna alles normaal vindt, ben ik er pas later over gaan nadenken waarom muziek zo belangrijk voor ons werd. Muziek was een manier om ons af te zetten tegen een wereld die zich afzette tegen ons. Maar Titus wilde zich even goed afzetten tegen vader, dus kan het onmogelijk de enige reden zijn geweest. Bij hem, het zat hem in de warmte, het leven. Bij het horen van opnamen voelde ik een verbondenheid met iemand die ik niet kende. Wat een klein wonder was, want zo vaak had en heb ik me in mijn leven niet verbonden gevoeld met iemand anders dan Titus. Soms legde ik mijn boek weg en liet ik me door de klanken meenemen. Zonder dat ik er erg in had, bewogen mijn vingers dan mee met die van een vreemde, gelijkgeschakeld met een andere tijd. De rest van mijn lichaam volgde, als door een onzichtbare hand gestuurd. Mocht er toch een heer zijn, wat ik uitsluit, dan schuilt hij in de klanken die zijn volgelingen hebben verboden. Aldus een passage in de roman En ik herinner me Titus Broederland van Auke Hulst. Het is heel voorzichtig uitgedrukt om te zeggen dat muziek in het werk van Auke een ongelooflijk belangrijke rol speelt. Misschien nog, gaat u verder. Misschien nog wel meer dan de literatuur is de muziek voor zijn personages een soort vluchtheuvel. Een vluchtheuvel van de verbeelding en een plaats waarin ze zich veilig wanen of veilig weten. Bij het nadenken over vanavond moest ik ook heel even denken aan een beroemde opmerking van een muziekdocent die ik vroeger ooit had. En die heel streng, maar ook heel rechtvaardig was. En die zei altijd, denk erom, in muziek zijn drie dingen belangrijk. Harmonie, melodie en ritme. Maar daar voegde hij altijd aan toe, but rhythm is the most important thing. Muziek speelt een belangrijke rol in het leven van Auke Hulst, die behalve, maar dat weet u schrijver, ook muzikant is, aanvoerder van de band De Meisjes. Een aantal cd's heeft opgenomen. Maar muziek speelt ook een hele grote rol in zijn literatuur. Ik ken weinig Nederlands proza van dit moment dat zo ritmisch is als dat van Auke Hulst. En dat zoveel klank geeft in een soms toondove wereld. Vanavond zal het gaan over de volgende grensoverschrijding, namelijk die tussen, eigenlijk de verwantschap moet ik zeggen, tussen muziek en literatuur. Schrijf een lied, zing een boek. Dit is de laatste avond in de reeks van vier met Auke Hulst. Dankjewel. Hallo Fenneman. Je pakt meteen het allerbelangrijkste stukje voor mij uit het boek. En ik kom straks namelijk nog een keer voorbij. Ja, is niet erg. Oké, jongens, ik ga mezelf heel moeilijk maken, want ik ga wat spelen. Namelijk iets wat ik nog nooit gespeeld heb, live. Dus ik ga kijken of het gaat lukken. Ik ga vanavond een lezing geven over de verwantschap tussen muziek en literatuur. En ik ga vooraf en achteraf wat muziek maken. En al die muziek heeft iets te maken met literatuur, wat ik straks ga spelen, na de lezing, op de gitaar die daar staat. Heeft vooral heel erg veel te maken met mijn eigen werk. Maar ik wil eigenlijk eerst twee liedjes spelen op piano. En die liedjes zijn geïnspireerd door, in beide gevallen door schrijvers. En ik ga gewoon met het moeilijkste beginnen. Dat is een liedje dat een soort van losjes gebaseerd is op een gedicht van Charles Bukowski. He was easy, fat as a hummingbird. Dropped him like a bag of sand. Straight out of the fog of war.
lead in my mouth. Not the first nor the last time. Life's counting me out. It's the worst of the bad times. How to stay. Throne he could never
those muscles, and there were hardly muscles left. He was Papa just in name, a forgotten time projected on his frame. Papa cleaned it then, that's what the paper said. He wiped the living darkness from his head. Nowhere left to run, the hunter is long dead. So tired of the simple task of being, yet he rose before the dawn. Could have turned the valleys green and decided on the last thing he has seen. Sta ik aan? Heb ik geluid? Oké. Het is een beetje anders deze keer, want ik heb geen spreekgestoel. Dus ik ga gewoon... ik ga à la Thierry Baudet. Oh, dat zou wat zijn. Ik heb er wel zin in. Schrijf een lied, zing een boek. Over de verwantschap tussen muziek en literatuur. Als er één woord is waar ik een hekel aan heb, dan is het wel het woord dubbeltalent. Of erger nog, multitalent. Wat mij in de oren klinkt als de artistieke tegenhanger van Triplex. It's a friendly crowd. Ik heb er vooral een hekel aan, omdat het woord nogal eens op mijn persoon is geplakt. Ook in ironische zin, om te onderstrepen dat ik iets pretendeer wat ik niet waar kan maken. Om de klitskletsklander van recensent Arie Storm eens aan te halen. Citaat. Auke Hulst is een dubbeltalent, of beter gezegd, hij kan twee dingen niet, schrijven en muziek maken. Wel, fuck you, Arie. Mijn grootste bezwaar tegen het woord dubbeltalent is dat het een schijndistinctie aanbrengt. Alle kunstvormen zijn uiteindelijk een oefening in jezelf uitdrukken door materiaal te organiseren. Het zijn, kort door de bocht, verschillende incarnaties van dezelfde behoefte en hetzelfde procedé. Bij muziek en literatuur spelen bovendien nog een keur aan specifiekere dwarsverbanden, die ze nauwer verwant maken dan bijvoorbeeld film en architectuur. De gangbare praktijk van het toevoegen van tekst aan muziek is de meest evidente, maar zeker niet de enige. De vraag in hoeverre muziek en literatuur elkaars metgezel zijn, werd op scherp gezet toen de Zweedse Academie in 2016 behaagde singer-songwriter Bob Dylan de Nobelprijs voor de literatuur toe te kennen. Tot afschuw van menig van mijn collega-auteurs, reacties waarin ik krenking meende te bespeuren. De literatuur was al gemarginaliseerd en dan nu ook nog moeten buigen voor zo'n liedjeszanger. Op Twitter werd gesuggereerd dat Philip Roth dan maar een MTV Award moest krijgen en Breaking Bad de Nobelprijs voor de scheikunde. Hoewel ik geen Dylan-adept ben, wat aan zijn stem en zijn muzikale keuzes ligt, lijkt hij me evident een van de grootste tekstdichters, zo niet de grootste. En daarvoor kreeg hij de prijs, niet voor zijn strottenhoofd. Een aantal argumenten van tegenstanders kwam veelvuldig terug, waarvan een vermeend gebrek aan literaire kwaliteit nog het redelijkst was. Had dan Leonard Cohen geëerd, werd geroepen. Er werd gezegd dat tekstdichten per definitie inferieure poëzie is, omdat de muziek een dwangbuis om de tekst snoert. Eentje van melodie en van couplet, refrein. Inderdaad, een tekstdichter is minder vormvrij dan de beoefenaar van free verse, maar hij kan gezien de elasticiteit van melodieën wel meer kanten op dan dichters die zich vastleggen op klassieke vormen, waaronder meerdere Nobelprijswinnaars. En het argument dat tekstdichten geen literair métier zou zijn, omdat de impact ervan afhankelijk is van de uitvoering, door een vocalist en de instrumentatie,
maakt even min indruk op me. Ten eerste omdat de beste liedteksten van uitvoering kunnen worden losgeweekt en op papier op zichzelf kunnen staan. En omdat hetzelfde gezegd zou kunnen worden van toneel, waarvan de impact mede bepaald wordt door regie, spel, decors en soms ook de muziek. Waarom hebben diverse toneelschrijvers dan de Nobelprijs mogen ontvangen? Harold Pinter, Dario Fo en ja, Samuel Beckett, die weliswaar ook proza en poëzie schreef. Ik had een plaatje bij Beckett, ik denk ik moet een plaatje tevoorschijn halen, maar het plaatje is geschrapt, zie ik nu. Dus ik dacht, jullie denken, waar gaat die heen? Dat was een schijnbeweging. En ja, Samuel Beckett, die weliswaar ook proza en poëzie schreef, maar zonder een toneelstuk als Wachten op Godot een beduidend minder voor de hand liggende kandidaat zou zijn geweest. De jury die Beckett in 1969 lauwerde, zei het met zoveel woorden. Dit was een bekroning voor de wijze waarop Beckett, citaat, het drama van de radeloze moderne mens uitlicht door nieuwe vormen te ontwikkelen voor zowel de roman als voor toneel. Zelf schreef Beckett in opdracht van de BBC in 1962 het hoorspel Word and Music, met muziek van zijn neef John. In dat stuk gaan de disciplines, gepersonifieerd, lekker woord, door Joe, tekst, en Bob, muziek, niet echt soepel door een deur, maar dat tekst uiteindelijk geheel wordt gedomineerd door muziek, laat zien hoe Beckett over muziek dacht, als de superieure kunstvorm. Muziek is het idee zelf, schreef hij. Ze is zich niet bewust van de wereld van fenomenen en bestaat buiten het universum. Einde citaat. Waar tekst een doel heeft een beeld op te roepen, is muziek volgens Beckett, citaat, de ultieme beeldloze taal van emoties. Iets waarop overigens het nodige af te dingen valt. En dat ga ik straks ook doen. Muziek speelt in Beckett's toneel een belangrijke rol, bijvoorbeeld in het memespel Accent Parole 1, dat zonder ondenkbaar is. Het verhaal gaat dat Beckett Igor Stravinsky zelfs eens heeft gevraagd het tempo van Wachten op Godot te noteren, wat gewicht verleent aan de uitspraak dat Beckett een feilloze muzikale intuïtie had. Je zou bijna kunnen zeggen dat niet Bob Dylan de eerste muzikant is geweest die de Nobelprijs voor de literatuur kreeg, maar Samuel Beckett. Volgens Calvin S. Brown, dit is niet Calvin S. Brown. Nee. Volgens Calvin S. Brown, de literatuurwetenschapper die een pionier was op het vlak van het interdisciplinair onderzoek naar literatuur en muziek, is het vrijwel zeker dat, citaat, muziek en literatuur gewoonlijk in combinatie met dans als één activiteit zijn ontstaan lang voor er een idee van kunst bestond. Einde citaat. Talking Heads voorman David Byrne is in zijn boek How Music Works minder stellig. Vele theorieën, schrijft hij, pogen het ontstaan van muziek te verklaren. Sommigen zeggen dat muziek voortvloeide uit de non-verbale klanken die moeders uiten tegen hun kinderen, terwijl anderen muziek in verband brengen met de geluiden van de natuur en van dieren. Of als een manier om krijgers in trance te brengen. Einde citaat. Hij haalde de muzikoloog Joseph Jordania aan, die suggereerde dat stilte vaak wordt opgevat als een teken van gevaar, zodat neurieën en fluiten worden gebruikt om de angstaanjagende leegte te vullen. Byrne besteedt veel aandacht aan onze voorkeuren in harmonieën en wijst erop dat in vrijwel alle culturen bepaalde verhoudingen, die mathematisch van aard zijn, als prettig worden ervaren en daarvan afwijkende als onaangenaam. Die wiskundige essentie van muziek was iets wat Pythagoras al opviel. Toen hij langs een smidse liep en opmerkte, citaat, dat de felle klanken van neerkomende hamers gebruikelijke muzikale intervallen volgden. Waarom? Het zat in de evenredige verdeling van de gewichten van de hamers. Een hamer van 12 pond en een hamer van 6 pond produceerde klanken waar precies een octaaf tussen zat. Einde citaat.
Het dwarsverband tussen wiskunde, natuurkunde en muziek is evident. Muziek bestaat uit geluidsgolven en uit de verhoudingen tussen die golven. Het zal geen toeval zijn dat in de natuurkunde een aantal theorieën een sterke muzikale associatie hebben. In het bijzonder de snarentheorie, een radicale vorm van theoretische fysica die probeert de elektromagnetische kracht, de zwaartekracht en de sterke en zwakke kernkracht in één allesverklarend model te vangen. Een model dat schatplichtig is aan het beeld van de trillende vioolsnaar en diens boventonen. De connectie van muziek en wis- en natuurkunde wordt nog eens versterkt door onze voorkeur voor proportionele verhoudingen tussen de door ons ervaren trillingen. Een voorkeur die eerder biologisch dan cultureel bepaald lijkt. Die verwantschap verklaart deels weer de verwantschap tussen muziek en literatuur. Literatuur is begonnen met een orale traditie, met spraak, met geluid. En dat geluid bestond niet sec uit intonatieloze woorden. Oermensen waren net zo min als wij spraakcomputers. Ze zetten evengoed klankkleur en frasering in, technieken die we vooral met muziek associëren. Alle spraak, zeker spraak die onze aandacht vasthoudt, heeft een zangerige kwaliteit. Byrne haalt het onderzoek aan dat professor Dale Purvis aan het Duke Institute for Brain Sciences heeft verricht naar de neurologische basis van muziek. Onderzoek waaruit een correlatie blijkt tussen de ontwikkeling van muziek en de ontwikkeling van spraak. Purvis' onderzoeksgroep legde een database van korte zinnen in vele talen aan en elimineerde vervolgens de cultuurspecifieke klanken. Wat overbleef waren de klinkers die we met onze stembanden maken, in tegenstelling tot de medeklinkers. Byrne. Deze noten, degene die we zingen als we spreken, voegden zich allemaal naar de 12 noten van de chromatische schaal. Einde citaat. Dat is de schaal die terugkeert in vrijwel alle muziek. Purvis concludeert daaruit dat de overeenkomst tussen muziek en spraak biologisch bepaald is. En nu hoor ik u denken, maar ritme dan? Was de eerste muziek niet vooral ritmische muziek? Drums en krijgsdansen en zo? Er waren waarschijnlijk vroegere vormen van muziek, maar inderdaad, ritme, Matthijs had het er ook al even over, is een essentieel onderdeel dat al millennia een dominant aspect is. Maar ook daarvoor geldt, is ritme niet evengoed een essentieel onderdeel van vertelkunst. Juist ook door de gezamenlijke ontwikkeling van beide kunstvormen. Wie zijn zinnen bewust of onbewust zo arrangeert dat ze naast melodische lijnen ook dwingende ritmes bevatten, zal beter de aandacht vasthouden. En ook hier geldt weer een biologische basis, de hartslag en de ademhaling. Zowel muziek als literatuur zijn extreem lichamelijk, zoals ook dans dat is, waarmee we terug zijn bij Calvin Brown's aanname van een simultane ontwikkeling van juist die drie kunstvormen. Als het over de verwantschap tussen muziek en literatuur gaat, gaat het meestal over muziek en poëzie, die al sinds de oudheid als zusterkunsten worden gezien. Veel minder wordt er gesproken over het verband tussen muziek en proza. Wellicht is dat omdat proza pas tot ontwikkeling is gekomen nadat op allerlei vlakken al een scheiding van métiers had plaatsgevonden. Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop kunst en wetenschap van elkaar vervreemd zijn geraakt. Gericht onderzoek naar de relatie tussen proza en muziek is relatief nieuw en richt zich niet alleen op overeenkomsten, maar ook op verschillen en de rol die de culturele context daarin speelt. De eerder genoemde Calvin Brown omschrijft in zijn baanbrekende Music and Literature, A Comparison of the Arts, dat in 1948 verscheen, de overeenkomst al dus. Muziek en literatuur zijn hetzelfde in die zin dat het kunstvormen zijn die zich via het gehoor manifesteren, zich in de tijd ontvouwen en dus een goed geheugen vergen om daadwerkelijk begrepen te kunnen worden. Einde citaat.
Met gehoor bedoelt hij ook het innerlijk oor. Dat maakt dat we al lezende in gedachten de tekst horen. Terwijl het geheugen nodig is om verwijzingen en een samenhang met eerdere gebeurtenissen of muzikale thema's te kunnen begrijpen. Filosofen zijn al veel langer gefascineerd door literatuur en muziek. Wittgenstein bijvoorbeeld. Van hem is de observatie dat, citaat, het begrijpen van een zin in de taal veel meer verwant is aan het begrijpen van een thema in de muziek dan je misschien geneigd bent te denken. Einde citaat. Er zijn meerdere volzinnen denkbaar, aldus Wittgenstein, die dezelfde betekenis overbrengen en toch zijn die zinnen niet inwisselbaar. Op dezelfde manier waarop meerdere melodieën dezelfde emotie kunnen opwekken en toch anders zijn. Citaat. Een woord in deze betekenis horen. Wat vreemd dat zoiets bestaat. Zo gefraseerd, zo beklemtoond, zo gehoord. Is de zin het begin van een overgang naar deze zinnen. Beelden, handelingen. Einde citaat. Hij wees er fijntjes op dat beide kunstvormen zich bedienen van een schrift. Het alfabet en het notenschrift. Het alfabet in ons geval. Dat abstracte vormen omvat die op het eerste gezicht geen beeld geven van de werkelijkheid waarover ze gaan. Maar wie het schrift machtig is, ervaart de werkelijkheid toch. Zoals literatuur zich in vele vormen aan de gebruiker openbaart, als geschreven zin, de al dan niet innerlijke auditieve ervaring van die zin, en vervolgens als de vertaling daarvan in beelden, zo ook muziek. Wittgenstein zei, de grammofoonplaat, de muzikale gedachte, het notenschrift en de geluidsgolven staan alle in die afbeeldende betrekking, interne betrekking tot elkaar, die tussen taal en wereld bestaat. En ook dat er een algemene regel bestaat waardoor de muzikus de symfonie aan de partituur kan ontlenen, waardoor men uit de groef van de grammofoonplaat de symfonie en weer naar de eerste regel de partituur kan afleiden. Juist daaruit bestaat de innerlijke gelijkenis van deze schijnbaar zo totaal verschillende maaksels. Einde citaat. Een verre voorganger van Wittgenstein, Plato, had zo zijn twijfels over muziek en dan vooral over instrumentalen. Hij meende dat muziek tekst behoefde, omdat er anders geen betekenis zou zijn. In zijn wetten lezen we: zonder de hulp van het woord is het wel erg lastig om te weten welke functie ritme en toonsoort hebben en van wat voor iets waardevols ze een afspiegeling zijn. Einde citaat. Voor ons moderne mensen lijkt dit evident onwaar, want in strijd met onze ervaring. Ook instrumentale muziek reikt associaties aan, deels omdat muziek, zeker klassieke muziek, vol klanknabootsingen zit van wind, storm en klaterende beek, van vogelgeluiden, hectische fabriekshallen en marcherende voeten. Er wordt ook zonder woorden gepoogd verhalend te zijn. Bij bepaalde typen van instrumentatie, harmonieën, tempi en klankkleuren, dringen zich bovendien als vanzelf beelden op. Maar je kunt je afvragen in hoeverre die associaties bepaald zijn door onze culturele context en dan vooral door alle films die we hebben gezien en alle filmmuziek die we hebben gehoord. Wij spreken vaak over de filmische kwaliteit van klassieke muziek, maar hoe kwam die muziek over op mensen uit de tijd voor de geluidsfilm of de door een orkest of organist begeleide stomme film? Zouden zij ook een binnensluipende moordenaar vermoed hebben waar wij die vermoeden? Een ruimteschip boven het landschap van een verre planeet? Maar direct ook de omgekeerde vraag. Hoe wisten vroege componisten van filmmuziek welke keuzes het beeld zouden ondersteunen? Wat het antwoord ook is, inmiddels dragen we allemaal een enorme database mee van beeld met bijpassende muziek van een muzikale beeldtaal. Een taal die ook verband houdt met literatuur, omdat literatuur ook in de kern visueel is, want gericht op de verbeelding. Het meest in het oog springende verband, mogelijk ook het meest oppervlakkige,
tussen muziek en literatuur vinden we in literatuur die over muziek gaat en in muziek die geïnspireerd is door literatuur. Er zijn vele romans en verhalen over de muziekwereld, variërend van romans over klassieke muziek, waarvan Christian Weitz Het Valse Seizoen, Julian Barnes The Noise of Time en Persis Beckerings debuutroman Een Heldenleven recente voorbeelden zijn, tot romans over de rock- en popmuziek zoals Roddy Doyle's The Commitments en Jennifer Egan's A Visit from the Goon Squad, wat overigens een schitterend boek is. Vaak dient een specifiek muziekstuk in een roman als thematische vingerwijzing. Denk dan aan de rol van Richard Strauss' Ein Heldenleben in Beckerings roman, aan Tolstoy's gebruik van Beethovens Kreutzersonate in zijn gelijknamige novelle, of de wijze waarop Haruki Murakami in zijn laatste roman, De Moord op Commendatore, Mozart's opera Don Giovanni inzet. Sowieso speelt muziek een grote rol in vrijwel al het werk van Murakami, van jazz tot pop tot klassiek. Ik denk dat dankzij opnametechniek en geluidsdragers muziek zo'n dominante rol in onze levens is gaan spelen dat het onvermijdelijk is dat literatuur ervan doordesemd is geraakt. Met name intertextueel. Omgekeerd is literatuur ook de muziek binnengedrongen. Het aantal opera's dat gebaseerd is op Griekse en Romeinse mythologie is niet te tellen. Sterker, de Florentijnse dichters en muzikanten die in de 16e eeuw het pionierswerk verrichtten waaruit de operatraditie voortkwam, hadden het uitdrukkelijke doel Grieks drama aan de vergetelheid te ontrukken. Handel, Monteverdi, Strauss, Purcell en vele anderen schreven later opera's gebaseerd op teksten uit de oudheid. Maar ook modernere literatuur had invloed op opera, van Prosper Mérimée's novelle Carmen tot John Ludger Long's korte verhaal Madame Butterfly. Het aantal pop- en rocknummers dat refereert aan romans loopt ondertussen in de duizenden, misschien wel 10 of 100.000. Een willekeurige greep, David Bowie's 1984, Jefferson Airplane's White Rabbit, Woody Guthrie's Tom Joad, Kate Bush's Wuthering Heights en haar op Ulysses geïnspireerde The Sensual World, Radiohead's Paranoid Android, Venus in Furs van The Velvet Underground en het nummer Ice van mijn eigen band De Meisjes dat gebaseerd is op Ice van Anna Cavan. De lijst is eindeloos. Subtielere overeenkomsten tussen beide kunstvormen zitten in taal en stijl. Vrijwel alle schrijvers, of ze er nu erg in hebben of niet, gebruiken de taal van muziek. Leitmotief, opmaat, aanzet, in mineur. In romans waarin muziek als centraal onderwerp een grote rol speelt, zal een beetje schrijver zeer bewust muziektermen inzetten in zijn metaforiek. Literaire stijlfiguren kennen ook geregeld muzikale tegenhangers. Drie is in beide kunstvormen heilig, zoals blijkt uit zowel de Trieslag of Tricolon, Ik kwam, ik zag, ik overwon, en de muzikale basis voor het akkoord, de Triade. In literatuur wordt repetitio ingezet om kracht bij te zetten op een manier waarin muziek ook herhaling wordt toegepast, in een melodie of in de hoek. En misschien is het ver gezocht, maar ik meen een verband te zien tussen de dominante taal in een cultuur en de muziek van die cultuur. De Franse taal vloeit en leent zich voor romantiek en zo klinkt ook veel Franse klassieke muziek. De Russische taal is zompig als een stuk van Mussorgsky. Japanse traditionele muziek is spaarzaam, hoekig en in hoge mate percussief, zoals ook de taal dat is, die uit lettergrepen bestaat met een vaak percussieve klank. Arigato. De Japanse muziek wijst ons tegelijk op de niet-taal van taal. In die muziek bestaat een concept dat ma heet, dat het belang benadrukt van stilte, van pauzes. Als literaire tekst muzikaal van karakter is, dan is het van belang ma op waarde te schatten. Iets wat een muzikale schrijver intuïtief zal doen en de amuzikale schrijver nooit zal kunnen, zelfs al dacht hij er jaren over na. De stilte in de literaire tekst kan vele vormen aannemen. De punt, die langer is dan de komma.
het beletselteken, dat een bedachtzame ademtocht omvat, de harde return, die korter is dan de witregel, meerdere witregels zelfs, of het leeglaten van een hele pagina, wat meestal niet gebeurt uit ritmische overwegingen, maar uit commerciële, om een dunnetje op te dikken, maar wel degelijk ritmisch gebruikt zou kunnen worden. De kunst van ma is stilte voelbaar maken en ruimtes te scheppen die door het denken en voelen van de luisteraar of lezer gekoloniseerd kunnen worden, of misschien wel door een staat van niet-denken. Wat je niet wilt, ik niet tenminste, is dat de pauzes de aandacht op zichzelf vestigen. Dat het gegoochel met spatie, stops en returns al te zeer in het oog springt, zoals bij poëzie wel eens gebeurt. En dan is er nog datgene wat tussen stilte en duidelijk hoorbaar in zit, de dode noot of ghost note. Een bijna stille aanslag die het klankuniversum aaneenlijmt als zwarte materie. Je hoort, voelt beter, zo vooral bij drummers. En als jullie willen weten hoe ghost notes werken, dan moet je op YouTube even gaan kijken naar het filmpje van de drummer Bernard Pretty Purdy. Hij noemt zichzelf Pretty. Die een hele fameuze shuffle heeft ontwikkeld, waar heel veel ghost notes zitten, waardoor het ongenadig swingt. Wat zijn de dode noten in zinnen, in alinea's, in romans? Welke onopvallende woorden tillen de grotere op, nuanceren ze, verdiepen? Maken die grote woorden zelfs onnodig? Op deze manier in muziektermen over schrijven nadenken kan een vruchtbare en inspirerende manier zijn de literatuur te benaderen. En het hoeft niet per se vanuit kennis van het correcte idioom. Ook wie niet weet wat contrapunt of syncope inhoudt, ik weet het zelf nauwelijks, heeft beide technieken wel eens ervaren en kan in tekst iets verwants ontdekken of toepassen. Dit plaatje heeft een functie. Ik beloof het. Ik ga even een beetje maat toepassen nu hoor. De spannendste muziek in alle genres is wat mij betreft tonaal ambigu. De akkoorden breken uit het harnas van de toonsoort en plegen verzet tegen dwingende harmonische reacties, waardoor iets nieuws ontstaat dat maakt dat de oren zich spitsen. Muziek die regels met voeten treedt, zonder te verzanden in al te onaangenaam piepje knor. Zeg maar brakwatermuziek. Het tegen elkaar aanplaatsen van dat wat eigenlijk niet naast elkaar hoort, kan door het schuren van de samenstellende delen spanning en nieuwe betekenisrijkdom opwekken. Hitte. In literatuur kan zoiets ook uitstekend werken, op zinsniveau, zoals in het poëtische werk van de betreurde dichterschrijver Dennis Johnson of het veel killere van Michel Houellebecq, en op een metaniveau. Het is niet iets wat je dwingen kan, althans dat geloof ik, maar moet voelen en tot op zekere hoogte moet laten gebeuren, zoals een componist zich soms door zijn vingers moet laten leiden. Dat is een benadering die wellicht dichter bij de poëzie ligt en je zou ook kunnen zeggen dat de dichtkunst halverwege proza en muziek woont. Ritme en klankkleur zijn in poëzie dominanter dan in proza en ja, er zijn vormen van poëzie die alleen maar ritme en klank zijn, associatieve klank weliswaar, die wel degelijk betekenis oproept, zoals ook muziek associatief is en naast gevoel ook beelden opwekt en met die beelden woorden. Soms is er in de poëzie sprake van een half om half woorden gehakt van verzinwoorden en herkenbare taal, al dan niet in herkenbare patronen gearrangeerd. Liedjeschrijvers zullen dit herkennen, omdat ze vaak daarop lijkende teksten, een groot woord dan nog, gebruiken als placeholders. Die zinnen houden de melodie warm tot de daadwerkelijke tekst zich aandient.
Peter Gabriel zingt tijdens het componeren in een taal die hij Gabrielese noemt. En nu komen we er. En Paul McCartney's onsterfelijke Yesterday begon ooit als het minder onsterfelijke Scrambled Eggs. Scrambled Eggs. Soms zijn sommige van die spontaan opborrelende onzinzinnen zo dwingend dat ze ook de uiteindelijke tekst zullen halen. The movement you need is on your shoulder. In Hey Jude is, denk ik, het bekendste voorbeeld. Toen McCartney dat lied aan John Lennon voorspeelde en wat gegeneerd zei, die zin haal ik er nog uit hoor, was Lennons reactie, ben je gek? Dat is de beste zin. En zo is hij gebleven. Ook in proza is de vraag niet alleen wat betekent een woord, maar ook hoe voelt een woord? Wat roept een woord op, zelfs als we niet weten wat dat woord betekent? In de literatuur die ik het hoogst waardeer, is er een delicate balans gevonden tussen de gevoelswaarde van een woord, de klankkleur ervan en de betekenis. Soms liggen die twee dicht bij elkaar, zeker wanneer een woord bijna een klankimitatie is. Denk aan plons. Maar meestal niet. Als er keuze is uit meerdere synoniemen, dan speelt niet alleen het idioom van het betreffende werk een rol in de keuze, maar ook de melodie, het ritme en de klankkleur van de zin. Uit alle keuze is er slechts eentje dan de beste. Het is anekdotisch bewijs van de meest particuliere soort, maar mijn behoefte om muziek te maken ontwikkelde zich vrijwel simultaan met mijn behoefte om te schrijven. Vroeg. Beide kwamen voort uit liefde. Voor de boeken die ik las en voor de muziek die ik luisterde. Hoewel het misschien correcter is te zeggen dat muziek de literatuur een paar jaar vooraf ging. Al bestond de muziek die ik maakte als kind, in eerste instantie samen met mijn broer, hier rechts op de foto, en ons toenmalige schoolvriendje Wim, uit kromme Engelstalige teksten op arrangementen voor pollepel, dozen en racketgitaar. De bandjes die we hadden en waarmee we nooit op durfden te treden, wisselden vaker van naam dan Imelda Marcos van Schoenen. Danger, The Happy Boys, The Wave en andere namen die ik alweer vergeten ben. Een heus instrument, de Korg Poly 800 synthesizer van mijn broer, kwam eraan te pas rond de tijd dat er ook een heuse typemachine in mijn leven kwam. Net als een ander schoolvriendje overigens. Links op de foto. Dit waren niet onze glorieuze tijden, maar you have to own your past. Nu werd het ons ernst. Althans, de muziek ontwikkelde zich tot een soort Nederlandstalige electropunk. Ongeorganiseerde herrie met teksten over seks, drugs en geweld. Zaken waarvan we weinig tot geen weet hadden. Zoals je kunt zien. We gebruikten aan elkaar gekoppelde cassettespelers, waaronder één Walkman. Voor de jongere kijkertjes, een Walkman. Een soort van een draagbare cassettespeler. Ik ging bijna zeggen, een Walkman is dus een soort van Discman. Hopeloos. We gebruikten aan elkaar gekoppelde cassettespelers, waaronder één Walkman, om te pingpongen. Een procedé dat ons in staat stelde meerdere sporen op te nemen. Extra toetsenpartijen, geluidseffecten en nog meer atonaal gekrijs van rotjochies. Ook nam met elke rondgang de hoeveelheid ruis toe. Begrijpen jullie nu eigenlijk wat ik bedoel? Of moet ik het nog iets specifieker uitleggen wat pingpong eigenlijk is? Specifieker of niet? Wie snapt wat ik bedoel? Igor, jij weet gewoon wat ik bedoel. Oké. Nou stel, ik heb hier dan mijn cassette dingetje staan. Leuk, dan kan ik dit een keer uitleggen. Mijn cassetteopname
En nou, daar hangt dan een soort van mengpaneeltje aan en daar zit dan de synthesizer aan en een microfoon. En je drukt op record en dan kun je een synthesizerpartij opnemen tegelijk en zingen. Maar dan heb je nog maar één synthesizerpartij en één zangpartij, het schiet niet op. Dan haal je die cassetteband uit je cassettespeler, je stopt hem in je Walkman. Je plugt die Walkman ook weer in het mengpaneeltje. Je stopt een nieuwe cassette in het cassettedek. En je speelt dus het opgenomen muziekje af. En je speelt er nog gewoon wat bij en je krijgt er nog wat meer bij. En je slaat op potten en pannen. Nu hebben we al veel meer sporen. En dat doe je dus heel vaak. Je bent gewoon de hele tijd cassettes aan het wisselen. En op een zeker moment heb je 20 sporen. En dat klinkt dan ongeveer zo. Zo begint het dan met een opbouwende ruis. Alsof er een soort van grote zee binnenkomt. En dan... Anyway. Ik zal dit niet live ten gehoor brengen. Pingpongen. Wat een feest was dat. Gaandeweg ging het masker van balorigheid af. De liedteksten werden serieuzer en op zeker moment heb ik mezelf gitaar en piano leren spelen. Zodat ik voor het construeren van muziek niet langer afhankelijk was van mijn broer. Hoewel ik nog tot op de dag van vandaag ook nog steeds liedjes met mijn broer schrijf. Die overigens aan de andere kant van de planeet woont. De gitaar in kwestie kochten we samen. Een tweedehandsje waarvoor we net genoeg geld bij elkaar hadden weten te schrapen. Waardoor hij netjes rechtshandig op een rechtshandige gitaar heeft leren spelen. En ik heb mezelf verkeerd om heb geleerd. Linkshandig op een rechtshandige gitaar. Met de dikke E-snaar onder. Wat dus niet zo hoort. Wat een aantal gangbare wegen voor me afsloot. En minder gangbare opende. Eigenlijk een soort van schitterend ongeluk. Net zo min als dat ik academisch gevormd ben. Heb ik een formele muzikale ausbildung gehad. Dit is ook al mijn Duits trouwens. Dit is niet waar. Mijn broer en ik kregen weliswaar toen we een jaar of 10, 11 waren pianoles aan huis. Maar die lessen bestonden eruit dat we ons in het bos rond ons huis verstopten, in een boom klommen en toekeken hoe de leraar doelloos om de verlaten woonst cirkelde en onverrichte zaken weer vertrok. Shame? Shame? Nou, dan druip ik nu af, beschaamd. Ik ben helemaal van mijn stuk. Ja. Omdat ik vanaf mijn tienerjaren simultaan proza en liedjes schreef, was het onvermijdelijk dat de thema's die me bezighielden in beide uitingsvormen, waar ben ik eigenlijk, in beide uitingsvormen op zouden duiken, waardoor de muziek en de literatuur met elkaar in gesprek raakten. Veel later is dat gesprek geformaliseerd. Om te beginnen in mijn roman Wolfskleren, die over een eenzelvige muzikant gaat en die vergezeld ging van de zogenaamd door die muzikant gemaakte art rock cd, mijn eerste officiële release. En dat was overigens het project dat de eerder aangehaalde publieke afranseling van Arie Storm uitlokte en hij stond niet alleen. In mijn reisboek Motel Songs, dat voortkwam uit de wens onderweg in Amerika liedjes te schrijven en op te nemen in motelkamers, zit eenzelfde vervlechting. Dat boek, dat uiteindelijk gaat over de vroegtijdige dood van mannen die belangrijk zijn geweest in mijn leven, mijn vader voorop, maar ook schrijvers en muzikanten als F. Scott Fitzgerald, Prince en Ernest Hemingway en anderen, bevat een album vol verwante liedjes. Maar bovenal speelt muziek een grote rol in En ik herinner me Titus Broederland. Dat speelt in een alternatief universum waarin de voor duivelskinderen gehouden tweelingbroers Broederland ervan dromen als gitaarmannen langs de paden van een rurale wereld te trekken. In dat boek gaat het over het identiteit bepalende van muziek. Het gaat over de associatieve kracht ervan, over de wijze waarop muziek het onuitspreekbare invoelbaar maakt en waarop het grenzen tussen mensen slecht. Wat de naamloze verteller over muziek zegt, komt heel dicht bij wat muziek voor mij betekent. En ik ga hem gewoon nog een keer voorlezen, maar ik ga wel ietsje verder nog.
De vader van de twee wordt hier genoemd. En die vader in het boek is een hele vrome man. Maar hij heeft één hele niet vrome eigenschap. En dat is dat hij heel erg van muziek houdt. Terwijl muziek verboden is in deze wereld. De vader heeft een clandestine verzameling. Niet vinyl, maar schellak. Wat een soort van voorganger is van vinyl. En heeft waarschijnlijk er ook een soort van vaaglijk de hand in gehad dat zijn zoons op zeker moment een gitaar krijgen. Omdat een kind bijna alles normaal vindt, ben ik er pas later over gaan nadenken waarom muziek zo belangrijk voor ons werd. Muziek was een manier om ons af te zetten tegen een wereld die zich afzette tegen ons. Maar Titus wilde zich even goed afzetten tegen vader, dus het kan onmogelijk de enige reden zijn geweest. Het zat hem in de warmte, het leven. Bij het horen van opname voelde ik een verbondenheid aan iemand die ik niet kende, wat een klein wonder was, want zo vaak had en heb ik me in mijn leven niet verbonden gevoeld. Soms legde ik mijn boek weg en liet ik me door de klanken meenemen. Zonder dat ik er erg in had, bewogen mijn vingers dan mee met die van een vreemde, gelijkgeschakeld met een andere tijd. De rest van mijn lichaam volgde, was door een onzichtbare hand bestuurd. Mocht er toch een Heer zijn, wat ik uitsluit, dan schuilt hij in de klanken die zijn volgelingen hebben verboden. Muziek is tegelijk van deze wereld en er ver boven verheven. Zonder lichaam, maar in staat het lichaam te doordezemen. Zonder gewicht, maar in staat het gewicht van het gemoed te beïnvloeden. Muziek is onaanraakbaar en raakt ons aan. En dan ben ik weer terug bij de mate waarin muziek is verbonden aan het lichaam. Aan onze emotionele reacties, aan tranen, kippenvel en euforie. Aan ademhaling en hartslag, aan stembanden en vingers en de aanvechting te dansen. Ik denk dat proza even lichamelijk zou moeten zijn. De woorden moeten van de tong rollen, de adem moet op de juiste plaats vallen, emotionele reacties zouden moeten worden opgeroepen. Wie anders spreekt, ademt anders en schrijft anders. Wie anders voelt, eveneens. De dichter Al Young, die ooit net als Dylan begon als volkszanger, schreef dit. Enige kennis van poëzie of van de vaardigheden die verworven worden door poëzie te schrijven, kan elke schrijver een gunstigere positie opleveren. Poëzie verfijnt de tong, verdiept het hart en verruimt de geest. Zoals een zanger, een cellist, een trombonist, een saxofonist, een arrangeur of componist achter een klavier kan plaatsnemen om de progressie van akkoorden en de harmonische ontwikkeling die essentieel is voor een muziekstuk te horen en te bestuderen, zo kan een schrijver, een essayist, een journalist en zelfs de auteur van jaarverslagen rijkelijk putten uit de conventies en technieken van poëzie. Einde citaat. Dat is waar, maar ik zou een stap verder willen gaan. Enige kennis van muziek en van de vaardigheden die verworven worden door muziek te maken en te bestuderen, en ik heb het hier ook en misschien zelfs vooral over instrumentale muziek, kan een schrijver helpen gevoel te ontwikkelen voor ritme, voor melodie, voor klankkleur en voor klankkleur, wat in mijn beleving even essentiële onderdelen van een superieure stijl zijn als sec-inhoudelijke betekenis. Een amuzikale schrijver, eentje die niet kan dansen en die toondoof is, kan nooit een goede stylist zijn, daarvan ben ik overtuigd. De amuzikale recensent en de amuzikale lezer zijn denkelijk op dezelfde manier beperkt, wat mogelijk verklaart waarom er soms een sterrenregen neerdaalt op lomp houthakkersproza. Ik sta verder van alleen in de overtuiging dat muzikaliteit van belang is voor een schrijver. En misschien ook andersom, dat een literaire sensibiliteit het gevoel voor muziek verdiept. In de In Absolutely On Music verzamelde gesprekken die Haruki Murakami voerde met de fameuze dirigent Seiji Ozawa, zegt de Japanse schrijver dit.
Ik heb sinds mijn tienerjaren naar muziek geluisterd, maar ik heb pas sinds kort het gevoel dat ik muziek een beetje beter begrijp dan voorheen. Dat ik misschien de subtielere verschillen in muzikale details kan horen. En dat het schrijven van fictie is geweest dat me geleidelijk aan heeft geholpen een beter oor te ontwikkelen. Omgekeerd kun je niet goed schrijven als je geen goed oor voor muziek hebt. Beide complementeren elkaar. Luisteren naar muziek verbetert je stijl en door je stijl te verbeteren verbeter je je vaardigheden als muziekluisteraar. Einde citaat. Murakami gaat nog verder door te stellen dat je kan voorspellen welke schrijver blijvend werk produceert en welke schrijver in vergetelheid zal raken door naar het ritme van diens proza te kijken. Besprekers, zegt hij, kijken wel naar stijl, maar hebben weinig oog of oor voor het ritmisch element. Citaat. Ze hebben het vooral over de subtiliteit van de stijl, het verfrissende van het vocabulair, het narratieve momentum, de kwaliteit van de thema's, het gebruik van interessante technieken enzovoort. Maar ik denk dat iemand die schrijft zonder gevoel voor ritme het talent ontbeert om schrijver te zijn. Om op zijn Murakami's toe te voegen. Maar dat is maar mijn mening natuurlijk. Mijn mening is deze. Een schrijver hoeft niet zelf muziek te maken, maar moet wel muzikaal zijn. Zonder gevoel voor ritme, melodie en klankkleur is hij het literaire equivalent van een kleurenblinde schilder of van een chef die de helft van zijn smaakpapillen mist. Inderdaad, niet echt een schrijver. Dankjewel. Kan iemand even, want ik moet een soort van changé doen. Jij hebt de microfoon, jij kan vast wel even de mensen bezighouden met whatever. Ja. Ga je gang. Ja, ik zit even te denken hoe ik dit ga doen. Ja, ik heb geen idee wat er nu gaat gebeuren, maar ik weet niet of jij het al als changerend ook nog vragen kan incasseren. Vast wel, hè? Ja, dan moet ik deze paar even aanzetten. Makkelijke kan ik. Vragen. Ja, ik kom een beetje in de verleiding, maar die vraag ga ik je niet... Ik zal even de vraag stellen die ik jou niet zou stellen. Dat scheelt alweer wat tijd. Ik ben heel benieuwd wat je onder houthakkersproza verstaat. Ik vind ergens... Tak, 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 slaap. Kijk, ik vind vanmiddag vanochtend van iemand op dat het ook wel houthijpalenproza werd. Ja, heipalen. Nou, ik denk ook dat je ons wel hebt overtuigd van het belang van muziek en muzikaliteit, ook in het proza. En er schoten mij ontzettend veel voorbeelden te binnen. Zeker ook van jouw eigen literatuur. Maar wellicht zijn er wat vragen al kort uit de zaal. En dan zal ik proberen of Auke die kan beantwoorden. Hij moet er blijven. Ja, kom maar even. Je had het over artiesten die oppervlakkig geïnspireerd waren door literatuur. En dan noemde je Kate Bush's Wuthering Heights bij. Heb je het ook andersom gehad? Dat jij zeg maar oppervlakkig geïnspireerd bent door bepaalde artiesten? Het makkelijke antwoord is nu te zeggen dat ik altijd heel erg oppervlakkig geïnspireerd ben. Maar Nou, ik ben wel zeer... Wat ik net zei over tonaal ambigu. Wat ik daarmee bedoel is... Misschien... God, dan ga ik gewoon een soort van... Proberen dit te demonstreren. Heel veel muziek bestaat uit laat ik zeggen, afgezaagde akkoordenschema's die heel dwingend zijn. Maar je kunt ze doorbreken. Dit is allemaal heel erg... Dit is allemaal in toonsoort. Ik ben nog niet gestemd. Maar je kunt uit toonsoort gaan en dan wordt het opeens heel anders. En de band die daar heel veel... Super. Oké, dan ga ik het over de Beatles hebben. Dat is voor mij altijd een beetje linkersoep, omdat ik dan ga janken. Dit is echt waar trouwens. Een ex-vriendin van mij maakte daar in het publiek wel eens gebruik van. Auke, vertel nog eens wat de Beatles voor je betekent. De Beatles hebben mij zeer diep beïnvloed.
En dat zit hem daarin, onder andere. Een soort van Pavlov-reactie dit. Oké. Wat heel erg knap is aan de Beatles is dat zij heel veel muziek hebben geschreven die al dat soort natuurlijke reacties doorbreekt. En toch hyper toegankelijk overkomt. Eigenlijk zijn ze ons very slyly aan het foppen. En dat is, vind ik, het is hele gewiekste muziek. Het is heel gelaagd. Er zit allemaal nieuwigheid in. En ondertussen denken wij vaak, hey, lekker liedje. En dat is het summum. Dat probeer ik natuurlijk in liedjes ook. Dat lukt me bij lange na niet. Maar eigenlijk probeer ik dat in boeken ook een beetje. Dat ik dingen probeer te doen die eigenlijk niet kunnen. Waarvan je denkt van, het is pretty off the rails dit. Maar dat het zo gebeurt, dat ik ermee wegkom. En sterker nog, dat het je iets nieuws biedt. Een nieuwe ervaring, een nieuwe kijk op dingen die al heel vaak zijn bekeken op een doorsnee manier. Dat is ook waarom ik, dit bedenk ik nu pas, ik denk dat dit ook is waarom ik Murakami zo ontzettend goed vind. Murakami schrijft eigenlijk stilistisch heel onavontuurlijk proza. Maar er gebeuren in zijn werk terloops de hele tijd dingen die volslagen krankzinnig zijn. En die we allemaal accepteren door hoe hij ons daarin meeneemt. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat de Beatles doen. Die nemen ons mee in allemaal nieuwe, niet alleen nieuwe progressies, maar ook nieuwe vormen van opnemen. Die nemen ons de hele tijd mee. En wij gaan mee. En dat is het, denk ik. Ja, en wij gaan mee. En dat willen we allemaal als kunstenaar. Dat de mensen met ons meegaan. Naar de afgrond mee. Hoe zeg ik dit nou weer? Stel nog even een vraag, want ik moet iets technisch doen. Ik heb nog wat. Je noemde al eventjes je boek Motel Songs met CD. En tijdens jouw verhaal, ik heb natuurlijk wel goed opgelet, maar mijn andere hersenhelft dacht ook nog, je bent minstens zo gefascineerd door de levens van heel veel muzikanten. Naast wat ze muzikaal maakten. Waren jouw muzikale helden eerder dan je literaire helden? Wie hebben dat pad geëffend? Dan kom ik toch weer eerst bij de Beatles. Mijn ouders hadden best wel een mooie platencollectie. En ik wil er eigenlijk twee dingetjes uitlichten. De eerste plaat die ik in mijn leven echt helemaal stuk heb gedraaid is de White Album van de Beatles, die eigenlijk gewoon de Beatles heet. De dubbelplaat, de witte dubbelplaat. En wat eigenlijk hele rare muziek is voor iemand van 8, maar goed. Maar er was ook iets, het had ook iets te maken met. Dat weten sommigen van jullie nog wel. Er zat zo'n prachtige hoes bij, en dan bedoel ik niet die witte buitenkant. Maar wat erin zat, dat de inlay. Was een feest van, een visueel feest was dat. En er zaten ook nog losse portretfoto's van alle bandleden in. Dus gewoon echt een cadeautje. Er stonden een paar liedjes op die plaat die ook voor kinderen invoelbaar zijn. Piggies. Ja, wij snapten nog niet helemaal waar het over ging. En The Continuing Story of Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Maar door de tijd ontwikkelt je waardering van die plaat, ontwikkelt zich. En dan ga je zien dat eigenlijk de goede nummers de andere nummers zijn. Maar dat is de eerste plaat. En mijn vader had een jazz LP. En dat is Night Lights van Jerry Mulligan. Cool jazz, West Coast cool jazz. Echt hele rustige mellow midden. Echt van die muziek. Café is al leeg. Iedereen is weg. Je hangt nog in je eentje boven een te leeg glas. En er draait nog ergens wat muziek. En ik had de gewoonte om midden in de nacht te schrijven. Al van, ik zou bijna zeggen van kindsbeen. Maar wel al vrij, toen ik vrij jong was, schreef ik midden in de nacht. En dan vaak met die plaat op. En dat was heerlijk.
Maar dat was ook muziek die je in een bepaalde frame of mind, een gevoel, eigenlijk een soort van lichamelijke conditie brengt, die voor dat schrijven heel goed was. Dank voor deze vraag. Er was hier nog een vraag, maar daar. Ja. Ja, durf je een uitspraak te doen over de musicaliteit van Arie Storm? Is hij blijven hangen bij de Stones? Of? Ik heb het er later met... Hey, ik deed nu een beetje lullig over Arie. Ik heb het er... En toen dat gebeurde, toen was ik nog helemaal... niet dat ik nu zoveel ben, maar toen was ik echt helemaal niemand. Het was mijn tweede boek. Mijn eerste boek was een soort van totaal genegeerd. En het tweede boek eigenlijk ook. En dus je denkt... Nou ja, je bent helemaal niet gewend. En toen had Arie heel hard zijn best gedaan om... Dat heeft hij zelf ook gezegd. Vond hij het een van zijn mooiste recensies. Om zo gemeen mogelijk uit de hoek te komen. Die hele recensie was gemeen eigenlijk. Het ging, mijn broer werd nog belachelijk gemaakt omdat hij bas speelde op die plaat van mij. Toen mijn broer gewoon een prima bassist is. Ik snapte er niks van. En ik schrok me gewoon. Ik schrok me echt. Ja, ik schrok me lam. Ik was daar echt wel lang flink van ondersteboven. Het was de eerste serieuze recensie van het boek. Hij had ook er haast mee gemaakt om eerst te zijn. 1 ster en echt afzagen tot en met. En ik heb daar ook een wat ingewikkelde verhouding met dat boek aan overgehouden. Nu heb ik... Op dat moment had ik me dus voorgenomen om, als ik hem een keer tegen te komen, om op zijn bek te slaan. Ja, nee, dat had ik echt. Maar ik kwam hem nooit tegen. Dat lag denk ik meer aan mij, want ik kwam niet zoveel buiten. Maar ik ben hem een paar maanden geleden tegengekomen. En toen heb ik een tijd... Ik heb hem daarvoor ook wel eens de hand geschud of zo, maar hebben we het er nooit over gehad. Maar ik kwam hem een paar maanden geleden tegen bij een boekpresentatie van een vriendin van mij. En toen zijn we in gesprek geraakt hierover. En hij herinnerde zich nog heel erg goed, omdat hij er zo trots op was. En ik vertelde hem wat ik daar nou precies van vond. Ik heb hem gewoon redelijk en ik heb hem niet op zijn bek geslagen. En we kregen een heel redelijk gesprek. En hij zei ook van ja... Ik weet eigenlijk niet eens of het wel zo fair was, die recensie. Soms dan word je gewoon meegenomen door je eigen... dat je zo lekker bezig bent. Of zo. Weet je, dat soort... En er waren wat dingen aan dat boek dat stoorde hem gewoon echt. En dat kan, dat vind ik. Dat kan prima. Ik denk wel dat een van de dingen die hem stoorde... want dat heb ik toen in wel meer recensies geproefd... was dat idee van ja, oh, je denkt dat je ook muziek kan maken... En het grappige is dat bij mijn... Ik heb dus nog een keer een boek gemaakt, 9 jaar later, of 8 jaar later, met een cd erbij. En toen was dat helemaal weg. En ik denk dat het gewoon is omdat ik vaak genoeg muziek heb gemaakt, dat mensen mij dus ook als muzikant zijn gaan zien of zo. Dat het in hun hoofd past. Hoe dan ook, er is best wel wat om dat boek aan te merken. Nu heb ik er toevallig laatst een stuk van teruggelezen. En dat was een beetje in het kader ook van... ik geloof het openingsinterview hier. Dat was een reden waarom ik het... Want toen hebben we het er denk ik ook even over gehad of niet. En toen viel het eigenlijk wel mee. Dus ik heb heel lang een soort van niet in dat boek durven kijken. Omdat er veel pijn zat. En het is een heel raar boek. En ik snap best dat mensen er niks mee kunnen. Ik vond het vooral heel lullig. Want ik ben wel... Maar ik ben wel heel trots op die plaat. Om 2 redenen. Ik was altijd heel erg sociaal angstig. En ik heb eigenlijk altijd alleen maar met mijn broer muziek gemaakt. En heel soms dan met een schoolvriendje erbij. Nooit opgetreden. Alleen maar binnenskamers opgenomen. Ik denk dat we wel 1000 liedjes hebben geschreven zonder ooit naar buiten te treden. En ik ben voor dat project een drempel overgegaan. Dus, en ik ben toen een plaat gaan opnemen met een producer in een echte... studio, met ook echte muzikanten. Ook mijn broer, maar ook 2 muzikanten, hele goede muzikanten, die ik helemaal niet kende voordien. Dus het was een immense sociale overwinning. En ik vind het zelf nog steeds mijn leukste plaat, omdat het de krankzinnigste is. Er is geen enkele maat op de ambitie. Het is gewoon, we gaan maken wat we willen maken. We don't care. Outro's van 5 minuten, doe maar. Weet je, dat. En dat is niet voor iedereen. Maar ik
denk er met, daar vooral aan die plaat met heel veel liefde terug. En ook omdat die mensen met wie ik die plaat heb gemaakt hele goede vrienden van me zijn geworden. Dit was een heel lang antwoord. Ja, ik had nog even een vraag. Mijn naam is Gerda Kluitenberg. En wij hebben vorige week met genoegen de cd afgeluisterd. En je hebt muzikaal talent. Leuk, ja, dat is inderdaad waar, Joop. Mijn man vindt het ook, hoor. We hebben het samen beluisterd. Maar het boek, dat hebben wij ook gekocht. En het andere boek hadden wij ook. Dus we hebben twee boeken van u. Dat met... Oh, je mag geen u tegen mij zeggen. Oh ja, je, ja, precies. Oké, okay. Ja. Nou, Auke, mooie Friese naam, hè? Oké, okay. Nou, dat was mijn verhaal eigenlijk. We zijn heel blij met cd en boek. Ja? Ik zie daar een vinger in. En dit wordt doorgegeven aan Arie Storm. Ja. Nu wordt het nog iets bijzonderder, want... indirect luister in Marokko een toehoorder mee. En dat is de zoon van mevrouw Kluitenberg. Die een vraag mij net doorstuurde. Je had het al over de Beatles. En zijn vraag aan het begin van de lezing. Ik zal het... Even Laurens, verdorie. Uit. Sorry? Even Laurens uit Marokko een vraag gestuurd. Ja. Aan het begin van de lezing. Dus voordat je de Beatles zelf al noemde, gaf hij door. Er wordt eindeloos veel gebakkeleid en gediscussieerd over wie muzikaal nu het beste is. Lennon of McCartney. Maar wie is in jouw ogen poëtisch de beste? Lennon is zeker de beste tekstschrijver en McCartney is zeker de muzikaalste. En samen zijn ze meer dan de samenstellende delen. Auke, sorry, je moet kiezen. Ik moet kiezen. Schrijven of muziek maken? Ja, maar waarom moet ik nou kiezen dan? Nou ja. Als het moet? Ja. Ik word wel gelukkiger van muziek maken. Maar ik kan, ik denk wel dat ik schrijven dichter bij mijn kern ligt. Wat is geluk mij waard? Ik kies voor schrijven. Spelen. Ik dacht dat ik nog een band zou. Ik ga een liedje spelen. Ik was dus op reis in de US of A. Staat deze nu uit? Staat die uit? Hoorden jullie me nu nog of niet? Nee? Haal hem er maar af anders, want ik heb hem niet meer nodig. Deze foto is gemaakt op de Blue Ridge Parkway in Virginia, wat een hele mooie weg is door de Blue Ridge Mountains. En het liedje dat ik ga spelen heet Blue Ridge Parkway. En het gaat over Blue Ridge Parkway en het gaat over heimwee. Blue Ridge Parkway. Finding rhythm, caught a drifter. Won't you carry me home? Won't you carry me home?
Zoals ik zei, Motelsong gaat onder andere over mannen die vroeg gestorven zijn en belangrijk zijn geweest in mijn leven. Het belangrijkste is mijn vader. En dit liedje gaat over hem en heet My Final Skin. Faces we have left.
the candle at both ends, and I hope I never will. But still, is this the final skin? And I'm allowed to wear. Las uit zijn eigen boek voor. We gaan hier niets aan toevoegen. Er komen ook geen vragen meer, denk ik. Misschien wel. Ik denk niet of we helemaal nu in de competitie zijn. Nee, ik denk niet dat we dat zijn. Muziek heeft ons aangeraakt. Ik denk, ook wat we de afgelopen 4 weken hebben meegemaakt hier met heel veel mensen erbij, is dat jij ons ook hebt aangeraakt met jouw taal en je tekst en je muziek en je ritme. En je gaat nog door tot de sneeuw valt met 15 studenten in jouw werkgroep. Die, daar mag ik wel verklappen, heel erg enthousiast zijn. En dat is nog voorzichtig uitgedrukt. Als er ooit nog sneeuw valt. Als we, ja. Want het is nu gewoon 28 graden vanmiddag. Nou, en dat is weer een hele andere soort. Maar ongelooflijk bedankt dat je bij ons was. In dit huis. En je bent hier nog wel eventjes. Want er liggen ook nog spullen bij jou. Ja. En, koopbaar. Auke, reuze bedankt. Het was een ongelooflijk bijzonder evenement. Er is echt 4 avonden iets gebeurd, heb ik het idee. Ik wil u heel hartelijk bedanken namens de organisatie van het gastschrijverschap voor uw komst en mooie vragen en belangstelling en enthousiasme. En ook applaus voor de organisatie. Ja, dat komt ook.